Een bijzondere aanwezigheid hier van de week van een bijzondere vogel. Vertel. Ja, een hoge gast uit de Alpen, zo noemen we hem zelf. Ja, het is een lammergier en hij is in ons dorp Midwoud aangetroffen, totaal uitgedroogd en onder voet. Nou, deze vogel is heel erg zeldzaam. Er zijn er 200 van in Europa. En dit is een projectvogel. Hij is in de Alpenzoo is hij grootgebracht en losgelaten om eigenlijk de inheemse populatie te herstellen als project. En deze vogel nam de benen, maar in dit geval koos hij het luchtruim en deed een rondje Europa en kwam in problemen. Project mislukt dus? Nou, project in zoverre mislukt. Het schijnt vaker te gebeuren, heb ik mij laten vertellen, dat ze een ommetje maken. En een ommetje Europa is niet eens ongewoon. Alleen deze vogel kwam in de problemen, waarschijnlijk door de storm die we de afgelopen tijd gehad hebben. En kon hij gewoon niet meer terugkomen, te veel energie verbruikt. En zo crashte hij letterlijk in ons dorp. En dan is het een geluk bij een ongeluk, denk ik, dat het bij de Bonte Piet in de buurt is gebeurd. Ja, eigenlijk in onze eigen achtertuin. En deze vogel is zo zeldzaam dat hij in geen enkele andere opvangcentra's nog is geweest. En wij kregen zogezegd deze bijzondere primeur. En hebben eigenlijk zijn leven moeten redden. En dat maak je nooit meer mee. Is het dan ook een beangstigende vogel? Ja, het is een beangstigende vogel. Hij heeft een hele grote bek natuurlijk, grote snavel met scherpe punt. En hij heeft gigantische poten met nagels, wat ook op onze foto's wel te zien is. Maar het bijzondere is dat zijn bijnaam de bottenbreker is. Want wat ze doen is dat ze van de Alpen of hoge gebergten hun botten naar beneden gooien van grote hoogte en daar het merg uit opeten. Nou, als je dat weet, ben je wel onder de indruk. En hoe waren dan de mensen hier in Midwoud toen ze dat beest zagen? Durfden ze nog wel naar binnen te komen of... Nou, het mooie is, deze vogel is gevangen door een oudere meneer, omdat hij daar achter de kippen aan zat. En wij vinden het vooral heel indrukwekkend dat die meneer hem ter hulp is geschoten. Want deze vogel die paste niet in de grootste doos die meneer had. Dus er moest helemaal een doos voor geregeld worden. En dat is ontzettend indrukwekkend dat hij hem heeft durven vangen. En eenmaal hier hebben we hem echt met zonder voeding in leven moeten houden. Is dit dan hoe zou je dat zeggen? Een soort record voor de Bonte Piet? Of een heel bijzonder iets dat je nooit meer meemaakt? Dit is een zo bijzonder iets, dat is once in a lifetime. Dit maken wij als Bonte Piet nooit meer mee. En dat is een geweldige ervaring voor ons geweest. En aangezien... Feest ook? Ook feest, zeker reden voor een feestje. Überhaupt dat hij nog leeft. En we gaan hem waarschijnlijk volgende week loslaten waar hij thuis hoort, in de Zwitserse Alpen. En dat is voor ons natuurlijk helemaal geweldig. Is hij daar alweer groot en sterk genoeg voor? Nee, hij zit nu bij mijn collega opvang, de Vugelhelling in Friesland. Hun hebben namelijk een vliegkooi waar deze vogel met een spanwijdte van ongeveer 2,75, dus eigenlijk een vliegende deur, zijn vleugels ook uit kon strekken. Ja, dat kon hij bij de Bonte Piet niet. Dus het is een nauwe samenwerking. Daar is hij nu aan het eten vooral om krachten te komen en dan gaat hij op transport. Dan gaat die bijzondere lammergier weer vanuit Nederland terug naar zijn plek waar hij hoort. Ja, naar de plek waar hij hoort en dan hopen we dat hij wat gaat doen voor de inheemse vogels daar en... zich voort gaat planten met name. En hopelijk komt hij niet meer terug. En hopelijk komt hij niet meer terug, al zullen we hem stiekem wel een beetje missen. Hoe heet hij bij jullie? Hij heet Skills. En dat is de naam die de Zwitsers aan hem gegeven hebben. Dus, want het is een Zwitsers project. En daar heeft hij een naam gekregen. Hij had ook ringen om, hij heeft ook een zender. Dus het is echt een heel bijzonder verhaal.